ik ben Heidi en ik woon op het Hof van de Rapenburg. Dat is een boerderij in België. Ik woon hier samen met mijn echtgenoot, Nick. En wij hebben samen drie kinderen, Louise, Floor en de jongste, Victor. Ik ben Nick Verschelde. Wij zijn de vierde generatie Verschelde die hier op bedrijf zit. Voor de volgende generatie. Kinderen zijn altijd vrij in te doen wat ze willen, om wat ze willen worden. Maar ik denk in ons geval dat de jongste wel enorm geïnteresseerd is in de landbouw. Vooral in het mechanische gedeelte, de tractors, die dingen. Ik ben Victor Verschelde, ik ben 9 jaar. Ik wil later boer worden, omdat dat is heel leuk. En je zit elke keer in de frisse lucht en anders zit je elke keer in het huis. En ja, dat vind ik niet zo precies leuk. Dat is, zouden graag hebben dat ze met de volle passie en de liefde het bedrijf overnemen. Zoals ik en Heidi het verder gezet hebben van mijn pa. Zou dat mooi zijn. Ik denk dat de vrijheid die je hebt op een landbouwbedrijf, er zijn regels, er zijn dingen dat je effectief moet doen. Maar dat stukje vrijheid dat je hebt, dat stukje in de natuur zijn op dat landbouwbedrijf. Ik denk niet dat ik mij kan voorstellen dat ik altijd op een bureau zou zitten of iets anders zou doen. Ik help mama en papa veel. Ik werk soms op het land of ik maak dingen. En ik heb de tuin. We hebben een zandbak en dat heb ik helemaal omgebouwd tot mijn eigen boerderij. Maar allemaal tractors. En ja, dat vind ik wel heel leuk. En nu zien we dat ook met Victor. Alles wat we op het veld doen, of op de boerderij doen, bost daarna op in de tuin, in de speeltuin. Je moet er niet zelf zijn, als je iets ziet, maak je het verder zelf na. En dat vinden we leuk eraan, dat je het ziet. De volgende generatie beseft ook heel goed volgens mij dat natuur heel belangrijk is. Dat we moeten zorg dragen voor onze grond, onze vruchtbare grond in principe die we hier hebben. Dat we moeten de gewassen verder ontwikkelen, dat ze beter bestand zijn tegen de droogtes, tegen de natte jaren. Dus ik denk dat voor de volgende generatie enorm veel uitdagingen op komst zijn. Dat hopen we later, als de opvolging is, dat we nog mogen houden. Want een andere job gaan zoeken, dat zien we niet direct zitten. Is te hopen dat we mogen blijven helpen met de kinderen later.